Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 3 januari 2016. Momenteel is er Code Oranje actief, een waarschuwing voor extreem weer voor de noordelijke provincies. In Groningen, Friesland en Drenthe is het momenteel spekglad als gevolg van ijzel. Op de radar zien we flink wat neerslag voorbij schuiven. En tussen de neerslaggebieden die u ziet, komt ook nog motregen voor. En zoals gezegd in het noorden van het land, daar is het spekglad als gevolg van ijsel. De temperaturen liggen daar namelijk onder het vriespunt. Kom je in het midden en zuiden van het land, dan liggen de temperaturen veel hoger. Momenteel is het kwik daar zo tussen de 6 en de 8 graden gestegen. Grote verschillen dus in het land. Is ook te merken aan de wind. In het noorden waait de wind uit het zuidoosten. Vrij krachtig tot krachtig. En in het zuiden is de wind overwegend matig uit zuidelijke richting. En zorgt er ook voor dat de gevoelstemperaturen heel laag zijn in het noorden. De gevoelstemperatuur ligt momenteel tussen de min 7 en min 10 graden in het noorden van Nederland. Nou, die neerslag die blijft vanochtend nog wel overschuiven en de temperaturen blijven laag in het noorden. En dat betekent dat de kans op ijzel aanwezig blijft. Mogelijk dat in het noordoosten van Groningen ook nog wat sneeuw gaat vallen. Vanmiddag is het tijdelijk wat droger, maar u ziet het al gebeuren. Vanuit het zuidwesten komt een nieuw neerslaggebied onze kant op en dat schuift vanavond over Nederland. En dan is het nog steeds koud in het noorden en dat betekent dan ook dat daar weer winterse neerslag kan vallen. IJssel is mogelijk, maar misschien ook wel sneeuw. En lokaal kan het vannacht wel eens wit worden. Nou, vanochtend dus die neerslag, vanmiddag dan blijft het in het noorden koud. Het wordt dan vanuit het zuidwesten geleidelijk aan wel overal droog, maar later vanuit het zuidwesten opnieuw die neerslag. Temperaturen tussen de min 1 in het noorden en zo'n 8 graden in het zuiden. Grote verschillen dus. Ja, vanavond dan weer meer neerslag. En in het noorden zal het gewoon glad blijven als gevolg van sneeuw en mogelijk ook ijzel. Temperatuur die daalt naar de min 2. In het zuiden is het regen dat er valt en de temperatuur ligt daar rond de 7 graden. Morgen overdag nog steeds in het noorden temperaturen rond het vriespunt. En er kan ook nog steeds wat neerslag vallen. Hoewel in de loop van de ochtend het wel overal droog gaat worden. Later op de dag is er dan weer kans op een bui. En in de avond volgt er een nieuw neerslaggebied. En waarschijnlijk wordt dan de kou echt verdrongen in het noorden. Temperaturen liggen morgen overdag tussen 0 graden in het noorden. En zo'n 8 tot 9 graden in het zuiden. En de dagen erna, nou dan verdwijnt de winter weer uit Nederland. De temperaturen gaan wat verder omhoog in het noorden. Het wordt zo'n 4 tot 6 graden op dinsdag en woensdag. In het zuiden blijft het wat zachter met 7 tot 8 graden. Het zijn wel dagen met van tijd tot tijd neerslag. En vanaf donderdag gaat het ook stevig waaien. Een vrij krachtige wind bovenland. Maar het zal me niet verbazen als er langs de kust zelfs een stormachtige wind komt te staan. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.